Maar Koos Wagerman is handig, kan korte banen en kan bovendien heel hard. Kortom, als het lukt om toch vroeg aan kop te komen, dan is het een serieuze gegadigde voor de ereprijs van Juwelier van Ark en de drafbaan hier in Aduard. Want dan kunnen ze heel hard. 1:22.1, dat was de tijd van Celtic Boco. Start gevallen. Ja, hij is goed weg, Koos Wagerman. Hij draait goed het vak uit en gaat zo dadelijk op de rug komen van de koploper Badia. Die sneller van start is gegaan als de deelnemers op weg gaan naar de eerste bocht. En Chubby Bobber, een van zijn grootste concurrenten op papier, die maakt een galopade en valt terug naar de achterhoede. En ook Aussie Strauzi heeft een moeilijk moment in de bocht. En zo gaan de deelnemers dan op weg naar de rechte lijn voor de tribunes. Koos Wagerman zijn mooie plekje kwijtgeraakt aan een scherp gestarte Sugar Babe. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Met nog altijd de koploper van het eerste uur, Badia, aan kop van het veld. Heeft een anderhalve lengte voor. Op de tweede plaats volgt daarachter dan Sugar Babe. En daarachter is het wachten op het moment dat Koos Wagerman in actie gaat komen. Voorlopig zit hij daar nog wel even lekker op plaats 3. Dan op enkele lengte achter het veld Binky Di Quattro voor paard nummer 10 Joran Sammer, die een mooie beginfase heeft gekend. Herhaling uitgeschakeld nummer 5. Nummer 5. En achter Joran Sammer is het dan Hans-Baptiste, een routinier, maar altijd erbij met zijn nummer 9, Vareno Fibber. Achter Vareno Fibber volgt dan op een lengte of 3 A Dream Wish. En achter A Dream Wish probeert Aussie Strauzi nog aan te sluiten. En daarachter geldt hetzelfde voor paard nummer 8, Berend Fly AB. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Met nog altijd Badia aan kop van het veld. Heeft een lengte voor. Op de tweede plaats dan Sugar Babe. En daarachter is het op de derde plaats Koos Wagerman, die nu naar het tweede spoor gaat. Koos Wagerman probeerde de binnenkant te verlaten, maar het hoeft nog niet helemaal. Aan de buitenzijde komt er nu al wat reactie in het veld. En het veld schuift enigszins ineen als we afkomen op de rechte lijn voor de tribune met straks nog een ronde te gaan. En ik heb het idee dat het tempo redelijk hoog ligt. Het tempo dat wordt gedicteerd door Badia en Sjoerd van der Galië. We hebben een lengte voor. Sugar Babe op de tweede plaats. Een gigant van een outsider, maar wel een merrie die bewezen is op gras. Aan de buitenzijde komt Joran Sammer nu in actie. Galopade voor Binky Di Quattro. En dat is precies waar Koos Wagerman op zat te wachten. Die kan nu naar het tweede spoor. Op de vijfde plaats schuift binnen door op Vareno Fibber. Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan. Met nog altijd dezelfde koploper Badia. En daar moet hij toch passen, de favoriet Koos Wagerman. Want 3 paarden lopen wat weg van het veld. Het is aan de kop Badia. Aan de buitenzijde echter Joran Sammer. En achter Joran Sammer Sugar Babe. En daarachter begint hij nu wel op stoom te komen, Koos Wagerman. Maar de vraag is of het niet aan de late kant is. Galopade voor het Dream Wish. Deelnemers gaan af op de laatste bocht. En het gaat op dit moment tussen Badia, die er niet gerust op kan zijn, met Joran Sammer vlak achter hem. Badia, Joran Sammer. Daarachter Sugar Babe. En op de vierde plaats. Oh, galopade nu op de tweede plaats voor een der deelnemers. Daar is Joran Sammer. En daardoor is het inmiddels Sjoerd van der Galië met een straatlengte voorsprong. Badia brengt het veld de laatste rechte lijn in. Als ze deze nog willen kloppen, dan zullen ze van goede huizen moeten komen. Sugar Babe gaat het wel proberen samen met Koos Wagerman. Maar het blijft bij proberen, want Badia verdiende het wel een keer om de eerste viool te spelen. En doet dat vandaag. De tijd, daar zijn we nieuwsgierig naar. De 6 wint voor de 3, de 1 en de 9. Een verzoek aan iemand van de organisatie om de paaltjes die er af en toe aan moeten geloven weer terug te zetten op hun plaats.
Dames en heren, we gaan huldigen de kampioen van de gemeente Zuidhoorn. En dat is geworden paardnummer 6, Badia, met Sjoerd van der Galiën. 5 jaar deze zwartbruine merrie van Classic Response uit Tira. Gefokt door de heer Werners in het bezit van Sjoerd van der Galiën. Hij is ook de trainer en de rijder van dienst. En Sjoerd is even afgestapt omdat zijn Badia niet stil wil staan. Dat is een bekend verschijnsel van deze Badia. Ondanks dat het 32 starts heeft geduurd voordat ze haar eerste overwinning kon turven. Prachtige zierdeken van Entrainement Vos. Beschikbaar gesteld door Stal de Vlieger. Een verrassing voor Marianne. En dat is een verrassing die zeker goed is ontvangen. En we gaan het toch even proberen met Badia. Paard waarvan bekend is dat ze geen makkelijk karakter heeft. We willen absoluut geen ongelukken, maar kijk eens aan. Blijkbaar heeft de rust van de heren van de Galiën Badia tot een voorbeeldig koerspaard getransformeerd. En Eddie neemt hem even mee. Dan kan Sjoerd even rustig met ons bijpraten. Sjoerd, ja, prachtig gedaan. Winnen, dat deed ze nog nooit, maar ze zat er al door dichtbij. Ja, dat verbaasde mij. Dat zei Eddie ook. Hij heeft nog nooit, of zij heeft nog nooit gewonnen. Ik denk dat het bestaat niet zo'n goed paard. Maar toch was het zo. Ja, ik weet in ieder geval van de vorige eigenaar, Peter Velding, die heeft hem even geprobeerd. Die zei, nou, dit is geen fijn paard om te rijden. Deel je de mening? Ik ga daar geen uitspraak over doen. Het is niet heel makkelijk, laat ik het zo zeggen. Dus dat kun je wel beamen, dat het geen makkelijk heerschap is. Het is wel een fraaie verschijning. En het ging hier om een hele mooie ereprijs. Een kraantjespot. Daarvoor moest je sneller zijn dan 22-1. Is jou dat gelukt, denk je? Dan had ik misschien iets harder door moeten rijden. Ik heb geen idee. Je hebt hard genoeg gereden. 1-21-6. Dat kleinoot is voor jullie. En het is de burgemeester die als eerste Sjoerd van der Galiën de hand schudt. En de kraantjespot die gaat ook mee met de heren van der Galiën. Ze hebben Badia teruggekregen in topvorm. En het is een grasbaanpaard bij uitstek. En dan nog een prachtige bos bloemen en een heerlijke fles drank en een zak voer. Allemaal voor Sjoerd van der Galiën na de winst met Badia in het kampioenschap van de gemeente Zuidhoorn. Samen met de burgemeester en Bert Postema, de grote initiator van deze dag, is misschien wel de belangrijkste foto van de dag gemaakt. En Sjoerd, dan zou ik zeggen, maak je ereronde langs het publiek en geef ze allemaal een hand. Sjoerd van der Galiën, dames en heren, mooie winnaar met Badia, het kampioenschap van de gemeente Zuidhoorn. Start over 10 minuten.